Hey, welkom terug. Vorige week was ik bezig met het maken van deze Commodore 64 cartridges. En ik heb toen laten zien dat die dingen gebruik maken van EEPROMs. Of in dit geval EEPROMs. En om die EEPROMs te kunnen programmeren heb je dus een EEPROM programmer nodig. Nou, die kun je kopen, maar als je een beetje handig bent met Arduino, dan is het helemaal niet zo moeilijk om zo'n EEPROM programmer zelf te maken. Dus dat heb ik gedaan. Op eBay zijn dus genoeg van die programmers te koop, zoals je ziet. Dit zijn dus USB programmers voor een aantal verschillende types EEPROMs. Maar degene die ik ga maken, die maak ik heel specifiek voor mijn type EEPROM. Want ik heb verder geen behoefte aan zo'n universele programmer. En dan moet je maar afwachten of er ook software is voor Linux. Dus dat kunnen we beter zelf maken. Dit is de datasheet van de EEPROM die ik gebruik. De 28C64. Een 8K EEPROM. 8 kilobyte. Oftewel 64 kilobit. En hierin kunnen we leren hoe we dat ding moeten lezen en schrijven. Nou, het is niet heel erg ingewikkeld. Die EEPROM die heeft een adresbus. Hier A0 tot en met A12. Dat zijn alle adrespinnen. Hier zitten er nog een paar. Hè? En een databus. Dat is deze IO0 tot en met IO7. En die kunnen dus input zijn of output zijn. En dat wordt bepaald door output enable. Deze. We hebben een paar stuursignalen. Chip enable. Output enable. En die bepaalt dus of dat het inputs of outputs zijn. En write enable. Dat is hem. Nou, hoe gaan we dan lezen en schrijven? Het staat hier uitgelegd in tekst. En het lezen is heel makkelijk. Je zet een adres op de adresbus. En dan enable je de chip met CE en met OE. En WE maak je juist hoog. Om te voorkomen dat je gaat schrijven, want je wil gaan lezen. En dan verschijnt eigenlijk de data op de databus waarin je geïnteresseerd was. Het schrijven kan op twee manieren. Byte-write of page-write. Nou, bij een page-write schrijf je 64 bytes tegelijk. En dat doe ik niet. Ik doe het gewoon byte voor byte. En dat duurt iets langer, maar ik heb geen haast. Dus als je leest hoe dat hier moet, dan ziet het er erg ingewikkeld uit. Maar als je het plaatje bekijkt, dat vind ik altijd makkelijker. Dan zie je dat het niet erg ingewikkeld is. Dit is lezen. En nu komt schrijven, deze. Schrijven kan op twee manieren. Op WE-controlled en CE-controlled. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Behalve is de volgorde van de CE en WE is omgedraaid. Dus ik gebruik deze, WE-controlled. Nou, als we dan even naar de signalen kijken, dan zie je dus OE, output enable, die moet hoog worden. Want dan zijn de outputs zijn inputs, hè? De databus is input en dan kan ik dus gaan schrijven. Nou, dan op de adresbus zet ik het adres en gelijktijdig zet ik alvast de data klaar op de databus. Dus die moet eigenlijk hier pas erop staan. Tenminste, hier moet die echt op staan. Maar daarvoor mag die er ook al op staan hoor, dat geeft niks. Nou, dan trekken ze hier CE laag en vervolgens ook WE laag. En degene die het laatste laag gaat, in dit geval dus WE, die triggert dan het inlezen van het adres. Het adres wordt nu geletched. Dan zijn dus allebei de signalen laag. Oh ja, en die tijd die ertussen zit, tussen CE laag en WE laag, deze tijd dus, die mag 0 nanoseconden zijn. Dat is dus deze tijd. Zie je? Dus je mag eigenlijk ook gewoon deze twee tegelijkertijd laag trekken. Dat geeft niks. Nou, daarna moeten ze wel een tijdje laag blijven. Dat is namelijk deze tijd. De TWP. En dat is dus de write pulse width. En die is 100 nanoseconden. Dus dat is erg kort, hè? Maar goed. Je moet hem dus heel eventjes laag houden om de schrijfoperatie af te maken. En tijdens die eerste 50 nanoseconden, deze dus, moet het, dat is deze tijd, moet het adres stabiel zijn. Dus dan mag je het adres niet veranderen in die tijd.
Dus daarna mag je het adres gaan veranderen voor de volgende write cycle. En tijdens de laatste 50 nanoseconden moet de data stabiel zijn. Dus op dit moment hoeft pas de data er te zijn. En dat is dus de laatste 50 nanoseconden. Nou, daarna mogen die twee allebei weer hoog. WE mag hoog en CE mag hoog. En ben je eigenlijk klaar voor de volgende write cycle. Dus zo simpel is het eigenlijk. Het stelt niet zo heel veel voor. Dit is het schema wat ik heb gemaakt voor de EEPROM programmer. Hier helemaal aan de zijkant zit een Arduino Nano. En hier in het midden de EEPROM die we willen gaan programmeren. En daaromheen een aantal schuifregisters. Want zo'n Arduino Nano heeft natuurlijk veel te weinig pootjes om al die 20 aansluitingen hier te kunnen maken. Dus om het aantal outputs uit te breiden, maak ik gebruik van deze 595 schuifregisters. Deze dingen. En dat zijn dus schuifregisters die seriële data innemen en parallele data uitschrijven. Dus de data wordt eigenlijk ingelezen via deze, hier via dit pootje. Een serieel signaal met een kloksignaal en nog een LED-signaal. En dan kan je dus met drie pootjes kan je dus 8 outputs aansturen. En deze drie staan met elkaar in serie, zodat ze eigenlijk samen één groot schuifregister vormen. Dus deze tweede kost niet weer 4 pootjes en deze ook niet. En dan zit aan de andere kant nog een schuifregister en dat is om het aantal inputs uit te breiden. Dus om de data weer uit te lezen heb je hier parallel in en serieel uit. En dat is een schuifregister van het type 165. Deze twee schuifregisters die bedienen dus de adresbus, hier 12 lijnen voor het adres, en deze de databus. En daar is wel nog iets speciaals mee aan de hand, want als je dus op zo'n bussysteem werkt, ik heb hier dus 8 outputs die data kunnen schrijven op de bus, en ik heb hier dus 8 input en outputs en die kunnen dus schrijven of lezen, en ik heb hier nog 8 inputs. Die kunnen lezen op de bus. Nou, bij het schrijven van de EEPROM, bij het programmeren dus, schrijft deze data op de bus en het wordt gelezen door deze. Maar nu, als ik wil gaan lezen uit de EEPROM, dan schrijft deze data op de bus en dan moet deze het gaan lezen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat deze chip niet meer actief is. Want als deze dan nog actief is, dan zou die ook wel eens data op de bus willen kunnen schrijven. En dan zitten ze te vechten om de waardes. De een wil hem hoog maken en de ander laag. En dat werkt natuurlijk niet. En dan kan je natuurlijk nooit betrouwbaar uitlezen wat er in de EEPROM zit. Nou, en daarom is bij deze dus het pootje van chip enable, pootje 13, die is dus terugverbonden naar de Arduino. Want bij deze zit die gewoon aan ground. Want dan zijn de outputs altijd enabled. Dat is geen probleem. Bij deze ook aan ground. Gewoon enable die dingen. En ook als je dus kijkt op de Arduino-site bij de 595, dan zie je in die standaard voorbeelden dat ze de output enable, active low, gewoon lekker aan ground binden. Ja, en dat werkt natuurlijk prima, zolang je aan het ledjes aansturen bent of zoiets. Maar als je iets wil maken in de echte wereld, met zo'n bussysteem bijvoorbeeld, ja, dan heb je die pootjes echt nodig. Dan snap je waarom ze erop zitten. Dus dit is eigenlijk het hele schema. Dus daar heb ik op een experimenteerprint een printje van gemaakt. En dit monster is hem dus geworden. Hier zit de EEPROM. Hier twee schuifregisters voor het adres. En hier eentje voor de data te schrijven. En hier nog eentje om de data terug te lezen. En hier op de hoek zit dus die Arduino Nano. En die krijgt spanning van de USB-kabel. Maar dat is eigenlijk net te weinig spanning om betrouwbaar te kunnen schrijven en lezen naar de EEPROM. Dus heb ik nog dit externe batterijpakje eraan hangen. Dat zijn twee van die 18650 cellen. En die geven dus ongeveer 8 volt aan de V-in-poort van de Arduino. Zodat dus die Arduino niet meer hoeft te vertrouwen op de voeding van buitenaf, maar gewoon deze voeding zal accepteren. Eigenlijk werkt de 9 volt batterij beter,
als deze dingen van 8 volt. Of gewoon een externe voeding kan natuurlijk ook prima. Het hoeft geen batterij te zijn. Ik zit er nog wel over te denken om hier natuurlijk een echt printje voor te maken. En dat wil ik dan gaan doen met mijn X-Scarf. Maar daar ben ik nog niet helemaal klaar voor. Want de eerste experimenten met printjes maken, die zijn nog niet heel erg succesvol geweest. Dus daar wordt nu aan gewerkt. En dat hoop ik dan binnenkort te kunnen gaan doen. Dus ja, deze experimenteerprint is een beetje erg... Het is een beetje rommelig geworden. Dit is de Arduino software. Nou, die Arduino die gaat gewoon zitten wachten op data van de PC. Want de PC die stuurt gewoon elke keer een byte. En de eerste byte die stuurt, dat is voor adres 0. En de volgende is voor adres 1, enzovoort. Dus we beginnen bij 0 en we gaan zitten wachten op een waarde. Nou, hier krijgen we die waarde. En die wordt opgeslagen in de variabele value. En die ga ik dan schrijven in mijn EEPROM. Dus write value op adres 0 deze waarde. Daarna ga ik het teruglezen. Dus ik ga met read value ga ik op dit adres lezen in de EEPROM om te kijken wat erin staat. En dan kan ik dus check value en value met elkaar vergelijken. Dat gebeurt hier. En als het dus niet met elkaar overeenkomt, dan gaan we deze while loop in. Dus in het beste geval komt het wel met elkaar overeen en slaan we het over. Maar stel je voor dat het niet met elkaar overeenkomt, dan doe ik het gewoon nog een keertje. Write value, check value en een retry count wordt opgehoogd. Dus dit herhaalt zich net zo lang totdat die twee waarden met elkaar overeenkomen. Of dat we het 20 of 25 keer geprobeerd hebben. Want als het 25 keer mislukt is, nou dan kappen we ermee. En dan zijn we dus op dit punt. Dus op dit punt kunnen er 3 dingen aan de hand zijn. Het is gelukt. Het is gelukt met een retry. Of het is mislukt. Dus ik kijk eerst of die waarden met elkaar overeenkomen. Nou, als dat zo is en retry count is 0, dan is het dus in één keer goed gegaan. En dan schrijf ik dus een uitroepteken terug naar de computer. In het andere geval, ze zijn aan elkaar gelijk, maar retry count is niet 0. Dan is het gelukt, maar wel met een retry en dan stuur ik het hekje. En in het andere geval, in het laatste geval, is dus mislukt. En dan stuur ik een vraagteken en dan heb je dus gewoon een error. En dan kan je wel stoppen, dan moet je gewoon opnieuw beginnen, want het is mislukt. En daarna wordt dus adres opgehoogd en zijn we aan het einde van de loop. En gaan we zitten wachten op... de waarde voor adres 1. Nou, dat is eigenlijk alles. Dat is de hele loop. Dus dan kunnen we even kijken nog naar die write value en naar die read value. Hoe dat in elkaar zit. Dus die write value hebben we hier. Hier doen we eigenlijk dus met shift out. Dat is een functie van Arduino. Daarmee kan je heel makkelijk zo'n schuifregister 595 kan je aansturen. En dan kan je dus daar een waarde heen sturen. Dus eerst schrijf ik de value en dan de high byte van het adres en dan de low byte van het adres. Dus dit komt in dat onderste schuifregister te staan en dit in de middelste en dit in de bovenste. Kijk, deze hè. In deze komt dus het value te staan, in deze de high byte en in deze de low byte. En dan wordt dus het schrijven gestart. Dus dit hebben we bekeken in het plaatje. Hè? Dus die twee signalen, CE en WE, die worden laag getrokken. Dan zitten we hier in die delay die minimaal 100 nanoseconden moet duren. Nou, bij mij doet die dus 1000 nanoseconden, dus dat is lang genoeg. En dan maken we die signalen weer hoog. En dan wordt output enable weer laag. En dan is het schrijven klaar. Dus heel simpel. Nou, het lezen gaat bijna hetzelfde. In dat geval doen we met Shift-Out schrijven we alleen maar een adres in de bovenste twee schuifregisters. En dan enablen we de chip. Hier chip enable en output enable. En dan wordt de data gelezen met behulp van dat andere schuifregister. En met behulp van deze. En daarvoor heeft Arduino ook een speciale functie. En die heeft Shift-In. Dus we hebben Shift-Out en die andere heet Shift-In. Maar
om een of andere reden kon ik hem niet aan de gang krijgen en heb ik hem dus zelf geschreven. Dus dit stuk leest gewoon op de datapin van de Arduino met Digital Read, leest hij gewoon de waarde. En dan doen we een kloksignaaltje en dan leest hij dus de volgende waarde. En dat doen we dus 8 keer en dan hebben we 8 bytes gelezen. En met die 8 individuele bytes vullen we dus dit getal. Dus dit wordt dit is een byte, geloof ik, R. Ja, R is een byte. En die wordt opgebouwd en uiteindelijk teruggegeven aan de loop. Dus dan zitten we dus hier, read value. Nou, dat is eigenlijk alles. Dat is de hele Arduino sketch. Dus vrij eenvoudig, niet erg intelligent. Gewoon adres voor adres schrijven en teruggeven aan de PC wat er gebeurd is. Het programma om de data te sturen naar die Arduino, dat ziet er zo uit. En dat heb ik geschreven in Lazarus. Dat zal ik even starten. Dat is een ontwikkelomgeving, gratis ontwikkelomgeving. En het lijkt heel erg veel op het oude Delphi. Deze omgeving werkt met de Free Pascal compiler. En je kan dus heel erg snel iets in elkaar klikken. Net zoals je gewend bent van Visual Basic of C#. En hier kan je wat code schrijven. En het leuke is, dit is beschikbaar voor Linux, maar ook voor Windows en voor Macintosh. En de code die ik hier schrijf, die kan je dan ook nog compileren op Windows. Dus ik schrijf het in Linux, maar je kan het ook compileren op Windows. En dat maakt het dus een beetje cross-platform. Werkt heel erg leuk. En zeker als je gewend bent om te werken met het oude Delphi en met de Pascal programmeertaal, dan kan je daar heel snel in werken. Nou, ik moet nu nog wel data hebben om in die EEPROMs te schrijven. Want die spelletjes, die moet ik nog wel ergens downloaden. En dat gaat zo. Op de Old Computer, bijvoorbeeld, deze website, kun je ROMs downloaden. En dat doen we dan voor de Commodore 64. Je moet wel even een gratis account aanmaken. Even registreren als user dus. En dan kunnen we voor de Commodore 64 cartridge images downloaden. En dan ga ik even naar de R van River Raid. Kijk, River Raid. En die gaan we dan downloaden. Ik heb de gedownloade CRT-file hier op de desktop gezet. En die ga ik nu eerst even testen in de Commodore 64 emulator. Dat is deze, dat is VICE. Dat is volgens mij de beste emulator die er is. En ik kan dus zeggen attach cartridge image. Op de desktop staat die. Daar is die. Nou, en dat lijkt te werken. Dus dan kunnen we even testen. Nou, dat ziet er gewoon goed uit. Dus dan kunnen we hem weer loskoppelen. En dan moeten we nog die CRT-bestand moeten we nog omzetten in een echt binair bestand. Want zo'n CRT-bestand, dat is wel degelijk een dump van een echte cartridge. Dus de binaire file zit er wel in. Maar er zit nog een header boven, zodat emulators snappen wat het is. Dus die header die moeten we er vanaf strippen. Nou, en gelukkig wordt er bij VICE een tool meegeleverd. En die heet CartConf, oftewel Cartridge Convert. En daarmee kan je precies dat doen. Dus ik doe CartConf, input, op de desktop staat hij en hij heet River Raid. Zo, en als output moet er uitkomen, ook op de desktop, ook iets met River Raid. Maar dan bin van binair. Hup. Nou, zie je, heel snel gebeurd. Hier staat hij en dit is wel degelijk een puur binaire file en die bevat dus, even kijken zo, die bevat dus precies 16 kb en dat is de inhoud van mijn twee EEPROMs. Dus deze file kunnen we inladen
in mijn EEPROM-burner. File, open, desktop, riverbin. Kijk, daar hebben we hem. Nou ziet mijn programma dat het een 16K file is. Dus die kunnen we opsplitsen in een low-ROM en in een high-ROM. Nou, we gaan dus eerst de low-ROM branden. Dus ik zeg hier connect aan de brander. Dan krijg ik een boodschap, een welkomstboodschap. Connected to BARTS 2864 programmer. Dus dit stukje informatie komt uit de Arduino. En dan kan ik hier zeggen ik wil de low-ROM branden. Dan zeg ik burn. Nou, stop. Kijk, dat is wel leuk. Leuk dat het fout gaat. Ik ben vergeten om die externe voeding aan te sluiten. Dus nu heb ik al 13 errors en 58 keer heeft hij een retry nodig gehad om te kunnen branden. Dus nu sluit ik eventjes de externe voeding aan. Doe eigenlijk gewoon de batterijen erin. En dan doe ik het nog een keer. Burn. Kijk, nu gaat het beter, hè? 0 errors en 0 retries. Dus nu ben ik de low-ROM aan het branden. Nou, je ziet dat het even duurt. Het duurt bijna 2 minuten. Ik geloof 1 minuut 40 of zo. Ja, hij is klaar. Zie je? 0 errors, 0 retries. Dus nu kan ik die EEPROM eruit vissen. Dus even de spanning eraf. Deze eraf. Even de batterij eruit. Zo, nou is die helemaal spanningsloos. Dan wip ik even die EEPROM eruit. Zo dus. En die EEPROM gaat dan dus op mijn test cartridge. Gaat hij op deze positie, op de low-ROM positie dus. Zo. Dan stoppen we een nieuwe EEPROM erin. In de programmer. Gaat de spanning weer erop. Zo. Arduino weer aansluiten. En dan zeg ik in de software eventjes disconnect en connect weer. Dan is wat misgegaan. Nou, dan zit hij waarschijnlijk op deze poort. Ja, we zijn weer connected. Dus we gaan nu de high-ROM programmeren. Burn. En dan gaat hij verder met de rest van de data. Klaar, mooi. Dan kunnen we dus deze weer loskoppelen. En de batterij eruit. En dan kan dus deze eruit. En die gaat dus op de high-ROM positie. En dan stop ik hem even in een cartridge-buizing, of eigenlijk in de onderkant, kijk zo. Want dit helpt nogal met de uitlijning van de cartridge, dat je hem niet op de verkeerde plek erin steekt. Nou, geweldig hè. Dus dan kunnen we lekker een potje gaan River Raid spelen. Oh, F1. Nou, het is dus een heel eenvoudig spelletje. Die fuel cells, die geven je extra fuel. En de rest moet je alles gewoon kapot schieten. En als je genoeg fuel hebt, dan kan je dat ook kapot schieten. En je moet die andere vliegtuigen dus niet raken. Want die vliegen blijkbaar allemaal op precies dezelfde hoogte als jij. En die schepen ook, hè, die zijn ook op dezelfde hoogte als jij. Heel apart. Hoppa. De brug en de tank kapot. Kijk, en op een gegeven moment gaan dus ook die schepen allemaal bewegen en zo. En dan wordt het dus iets moeilijker. Nou, hier moeten we nou zometeen een keus gaan maken. Nou, dat was dus het verhaal over de EEPROM programmer. Dus ik hoop dat je het een leuke video vond.
Als dat zo is, doe dan de duim omhoog en subscribe op dit kanaal. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.